We zijn hier bijeen op 10 juni 2014 voor de 18e bijeenkomst van de Universiteit van Tilburg Sociëteit, hier in Sociëteit De Witte, te Den Haag, voor een belangrijke bijeenkomst over de regionalisering van arbeidsmarktbeleid, werk en zekerheid in perspectief van de werkloosheidsproblematiek. En we hebben twee eminente sprekers. De eerste spreker is Tom Hulthagen, hoogleraar arbeidsmarktbeleid aan de Tilburg Law School. Zeer bekend van de startersbeurs bijvoorbeeld. En de tweede spreker is Tom Heerts, voorzitter van de belangrijkste vakbond FNV. En beide zullen hun visie geven op de regionalisering van het arbeidsmarktbeleid. Wat natuurlijk buitengewoon actueel is op dit moment met de hoge werkloosheid in Nederland. En wat kan men daar in praktische zin aan doen? Het gaat om werkzekerheid. Werkzekerheid is de zekerheid van mensen om aan het werk te komen, aan het werk te blijven, maar niet per se in dezelfde baan bij de functie. En de grote vraag waar het om gaat is, hoe organiseren wij met en voor mensen werkzekerheid? Heel belangrijk is dat je dat niet alleen nationaal kan doen. Dat zul je moeten doen binnen de regio's. De regio's zijn de bouwplaatsen voor werkzekerheid en voor dynamiek. Maar de regio is tot nu toe niet een officieel niveau in onze staathuishoudkunde. En die regio is een opkomst. Die regio heeft een grote noodzaak om overeind te blijven. En die regio die zet ook andere actoren in dan de klassieke sociale partners. Ook onderwijsinstellingen en kennisinstituten spelen daar een rol. Dus de vraag is, hoe kunnen we nu het nationaal niveau, de inzet van de sociale partners, hoe kunnen we dat nu versterken met de regionale inzet en de regionale plaatsbepaling in de arbeidsverhoudingen en in de economie? Het belangrijkste voor mij vanavond is dat we het met elkaar eens zijn dat er niet één oplossing voor de arbeidsmarkt is, maar dat wellicht meerdere. En daar hebben we alle partijen bij nodig. Of het nou gaat het onderwijsveld, economen, werkgevers, politici of bijvoorbeeld vakbonden of gemeentes. Allemaal zijn ze nodig om de arbeidsmarkt van de toekomst samen van een nieuwe impuls te voorzien. Omdat we een lagere werkloosheid krijgen en een meer op de toekomst gerichte arbeidsmarkt. Zodat vraag en aanbod goed op elkaar kunnen worden afgestemd.